Sinds vorige week mogen Staten in Amerika zelf beslissen of abortus legaal is of niet. Een beslissing die vooral verliezers kent en maar één echte winnaar, de kleerhakenindustrie. Want een verbod bepaalt niet of een abortus plaatsvindt of niet, alleen of hij veilig is of niet. En dat je tegen abortus bent, dat mag hè. Dan neem je lekker geen abortus. Kijk, ik ben tegen tattoos op je enkel van een dolfijntje, dus die neem ik niet. Dat andere mensen dat wel doen, moeten ze lekker zelf weten kort pittig kapsel erbij, pak je check en een kind met een pizzanaam als Divino, ja. of Marinara en is Shirley. Wat maakt het nou voor ons hier in Nederland uit dat ze in Amerika hebben besloten om abortus een stuk lastiger te maken? Nou, omdat we hier partijen hebben die graag Amerikaatje spelen en hun best zullen doen ook hier zoveel verdeeldheid te zaaien dat vrouwen hun rechten worden ontnomen. Vooral Forum is er goed in. Die waren misschien nog wel een grotere fan van Trump dan Trump zelf. Het was daar Trump voor en Trump-natie. Ook BBB is tegen abortus. Maar die reden nu, redeneren nu eenmaal dat vrouwtjes elk jaar nageslacht moeten produceren, omdat anders de melkproductie stopt. En als een vrouw geen kind wil, kan ze de ingang ook gewoon blokkeren met een trekker. In Nederland is abortus gelukkig mogelijk voor wie dat wil. Nog wel. En wie tegen abortus is, is dus net zo vrij om geen abortus uit te laten voeren. Als de zwangerschap gevaarlijk is voor de moeder of het ongeboren kind, mag je zelf kiezen of je medische zorg wil of liever vertrouwt op een god naar keuze. Sterker nog, als jij als jonge vrouw in je puberteit verkracht wordt door die ene vieze oom en je raakt zwanger, dan ben je vrij om te kiezen of je dat kind op de wereld zet of niet. Jouw lichaam, jouw keuze. Trouwens, als je twijfelt of het van die oom is, dan weet je het zeker zodra je kinds eerste woorden zijn. Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar. Eh... <laughs> Hoewel abortus in Nederland mogelijk is, staat het nog wel in het Wetboek van Strafrecht. Het wordt dus meer, min of meer gedoogd. Typisch Nederlands weer. Hè? De enige manier om een abortus nog Nederlands te maken is als de arts die hem uitvoert na afloop gaat zitten en zegt: "Hè hè, nou nou, poepoe." Over de hele wereld doen conservatieve rechtse populisten hun best om abortus te verbieden. Waarom? Vanwege hun ongegronde angst dat de witte mens, die met enkel dolfijntjes en armen vol kooikarpers en kindernamen, wordt vervangen door mensen met een andere huidskleur. Daarom willen ze meer witte kinderen. En als het even kan met blond haar en blauwe ogen. Ik geloof trouwens niet dat er een groot plan is om iedereen te vervangen door een ander volk. Ik geloof wel dat een steeds groter deel van de bevolking steeds dommer en dommer wordt. Dat heet domvolking. De enige die iets te zeggen heeft over het beëindigen van een zwangerschap is de vrouw in kwestie. En om dat zwaar bevoegde recht te behouden moet abortus uit het wetboek van strafrecht. Google abortus en strafrecht en teken vandaag nog de petitie van het Humanistisch Verbond. Of niet, dat is nou het mooie van keuzevrijheid.